Ole Tobias, gefeliciteerd. 13 punten uit 5 wedstrijden. Ja, mooi. Ja, super trots op de jongens en de staf wat we tot nu toe presteren. Had je voorafgaand aan het seizoen durven dromen dat je zo'n competitiestart zou doormaken? Nee, ja, dromen wel, maar niet verwacht. Ja, en dat is nu de kunst om dit ook nu vast te kunnen houden. Dat we iedere wedstrijd weer beginnen met hard werken en dan komt het voetbal vanzelf wel. Maar ook in de mindere fases, dan moeten we samen staan als team. En ja, we zijn net begonnen, we zijn 5 wedstrijden onderweg. Het seizoen is nog lang, maar ik ben super trots op wat we tot nu toe hebben neergezet. Ja. Vandaag een 2-0 overwinning op Helmond Sport. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Ja, in moeilijke eerste helft, wat we ook op voorhand hadden voorspeld. Tegen een tegenstander waar er heel veel voetbalvermogen in zit. Die het goed voor elkaar hebben. En dat hebben we ook gezien in hun laatste wedstrijden. Maar waar daarna in uur spelen steeds meer ruimte zou komen. Ja, dus belangrijk dat we de 0 zouden houden. De kansen zouden vanzelf komen. En dat zag je ook in de eerste helft. Had misschien 2-0 voor kunnen komen met 2 grote kansen van Faris. Maar ze bleven wel gevaarlijk helemaal sport. Via de omschakeling. Dus ja, met een beetje pech kun je ook 1-0 achterkomen. Of ze kunnen op 1-1 komen. Maar ja, uiteindelijk moet je zelf bijna, ik denk, 4 of 5 keer scoren in zo'n wedstrijd. Maar uiteindelijk wel een terechte overwinning, vind ik. Wat mij dit seizoen wel opvalt, is dat je waar je voorgaande jaren heel vaak echt met samengeknepen billen zat. Met kans op kans die je tegenkreeg van, oh, als dit maar goed gaat. Zijn zij nu, dan heb ik het niet alleen over Helmond Sport, maar ook de voorgaande tegenstander. Steeds wel dreigend, maar echt hele grote kansen, die vallen wel mee nog. Ja, kwaliteit van de spelers. Misschien een manier van iets anders spelen dan de jaren daarvoor. Maar ja, je zit nu echt lekker in de flow. En daar moeten we natuurlijk van genieten. Maar niet vergeten dat het begint met hard werken. En hard werken wordt beloond in het verdedigen. Met z'n allen verdedigen, met z'n allen aanvallen. En dat moeten we ook niet vergeten dat ook tot nu toe... onze succes heeft gebracht. Is het dan nog jammer als je juist nu in zo'n lekkere flow zit, dat het dan nu 10 dagen duurt voordat je de volgende competitiewedstrijd hebt? Aan de ene kant wel. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk wat extra blessures opgelopen de laatste dagen. En hopelijk kunnen een paar spelers weer aansluiten. En kunnen de rest ook herstellen na een korte week. Dus het is nu genieten. Aan de ene kant is het wel lang, 10 dagen. Dat is wel jammer inderdaad dat je zo lang moet wachten voor de volgende wedstrijd. Maar ja, nu kunnen we een weekendje vrijgeven. En dan vanaf maandag staan we weer met beide benen op de grond. En dan moeten we weer hard gaan werken en veel leren om hem te verbeteren. En dan moeten we weer klaarstaan over 10 dagen. Zorgen dat die flow nog een wedstrijdje of 4-35 duurt. Dat doen we ons best voor in ieder geval. Dankjewel, Ole.